Hallo iedereen, we gaan vandaag terug naar de basis. We gaan opzetten, bootsteek breien, hartekorrel en dubbele hartekorrel. We gaan dus beginnen met opzetten uiteraard. En zien dat we geen knobbels in onze draad maken. Dus we zetten 15 steken op, de draad over de vinger, de achterste draad opnemen, de draad omslaan, twee, drie, vier, ik ga 15 steken opzetten, nee, ik ga 16 steken opzetten, 2, 4, 6, 8, 9, 14, 15, 16. En we beginnen met 1 rechts, 1 averechts, de bootsteek. Hoe breien we rechts? De steek van links naar rechts, de naald in de steek steken, de draad omslaan en de lus ophalen. Averechts, de draad vooraan leggen, naar rechts. Naar links onder de steek, draad omslaan, naar draad naar achter, van links naar rechts insteken, draad vooraan van rechts naar links insteken. Zo is het eigenlijk gemakkelijkst om te onthouden, draad naar achter, van links naar rechts insteken, draad vooraan van rechts naar links insteken. En zo gaan we verder. We eindigen met een averechts. En dan zien we hier echt geen averechts breien. Beginnen we terug met de rechtse. Gaan rechts. Rechts. Gaan rechts. Rechts. Gaan rechts. En deze 1 rechts 1 averechts is ook de basis voor onze hartekorrel en onze rijspap. Of alle twee. Het is dezelfde steek. Dus we beginnen elke keer met 1 rechts, aangezien we elke keer eindigen met een averechts. Dit is dus de 1 rechts 1 averechts. We gaan overschakelen op de hartekorrelsteek. Normaal beginnen we hier met de rechtse. We gaan beginnen met een averechtse. Een rechtse. Een averechtse. Een rechtse. Een averechtse. Dus bovenop de rechtse breien we een averechtse en bovenop de averechtse breien we een rechtse. Dus die verspringen. En dat doen we elke naald. Dus die kunnen verspringen.
zei, nou, de eerste steek is een averechte, dus doen we de eerste steek een rechtse. En ik weet dat er velen zijn die zeggen dat ze de eerste steek afhalen of breien, het maakt niet uit, ik brei ze meestal, omdat ik er een stevige rand aan overhoud, vind ik. Stop met een averechtse. En we beginnen met een averechtse. Zoek een manier om het te onthouden. Bij de gewone gerstekorrel begint u met de steek waarmee u geëindigd bent. We eindigen met de rechtse. En we beginnen met de rechtse. Dus jullie kunnen mooi zien, de steken verspringen. Het is niet moeilijk, maar het is wel een mooi effect. Dus de dubbele gerstekorrel springen we niet elke naald, maar elke tweede naald. Dus gaan we hier niet beginnen met een averechtse, maar terug met een rechtse. Dus doen we twee rijen, één recht, één averechtse. Eén rechts, één averechts is, het woord zegt hetzelfde. Eén steek rechts, één steek averechts. De gerstekorrel verspringen we elke naald. Het blijft nog één rechts, één averechts, maar de steken liggen niet recht boven elkaar. De rechtse ligt boven de averechtse en de averechtse ligt boven de rechtse steek van de vorige rij. Bij een dubbele gerstekorrel hebben we nu twee rijen, één rechts, één averechts gebreid en nu gaan we verspringen. We zijn gestopt met een averechtse en we beginnen met een averechtse. En we doen twee rijen hetzelfde. Dus noemen dit de dubbele gerstekorrel, maar je kunt drie of vier rijen en dan verspringen kunt u ook, dan heeft het ook een mooi effect. Normaal breien zoals de steken zich voordoen. De tweede rij dus. Hebben we tweemaal twee rijen gebreid. We zijn gestopt met een rechtse. En we beginnen nu weer met een rechtse, want we gaan weer verspringen.
stoppen met de navraag. We beginnen met een dagje. Het is terug onze tweede rij, dus de volgende rij moeten we weer gaan verspringen. Dus de volgende rij beginnen we met de steek waar we mee geëindigd zijn. Of waarmee we nu gaan eindigen. Dit is de dubbele rijstekorrel, de dubbele hartstekorrel vanaf mijn duim. Je kunt mooi het verschil zien. En oefenen maar. Tot de volgende.